Dit is het werk van Dick van Wijk. Het is een centaur, de Griekse mythologie. Er was ooit een centaur die onderrichtte Achilles. Die gaf hem les en dat is ooit door Rubens is dat verwerkt in een schilderij, dit thema. En Dick heeft dit beeld gemaakt in brons. Je ziet zeg maar het boek en je ziet een mensfiguur, een mannenfiguur en een vrouwenfiguur. Wat Dick altijd vaker in zijn werk heeft, die verbondenheid. En het is zeg maar doorwerkend op het thema zoals Rubens dat al heeft gemaakt. In zijn schilderij heeft Dick het dan in brons uitgevoerd op een totaal andere manier. Nou, we lopen verder. En het is eigenlijk zo dat high culture een weergave is van kunstenaars die op de een of andere manier een voortrekkersrol hebben gespeeld. Ofwel lokaal dan wel internationaal van een bepaald belang hebben gediend. En zo is er dan het een en ander aan design van Eames, Charles Eames, een hele bekende Amerikaanse designer. Maar zijn er ook glasobjecten, bijvoorbeeld dit werk is van Jörg Zimmermann. Jörg Zimmermann die heeft het glas geblazen door een soort van metalen draad. Dat kun je nog zien in het werk. En doordat het glas zeg maar, aan de blaaspijp daar doorheen is geblazen, ontstaat er zeg maar, zo'n hele structuur in het object. Wat eigenlijk door de natuur en de natuurkrachten tot stand is gekomen. We hebben ook nou sinds kort het werk binnen van Jos Laven. Dat is deze aap hier zo. Er komt nog binnenkort meer werk van bij. In hetzelfde thema. Heel erg bijzonder werk natuurlijk. Hè? 65 kilo brons. Wat er hier is gemaakt. Perfect gegoten door Gieterij Boerenkamps. Een beetje humoristisch werk is dit van hem. En wat dat betreft wel heel erg mooi voor deze galerie. Daarnaast hebben we ook het werk van een Berlijnse kunstenaar, Thomas Raschke. En Thomas die heeft zeg maar, het draadmodel uit de virtuele wereld, zoals het op de computerscherm is te zien, weer naar de realiteit gebracht. Zo heeft hij dat gedaan met een keuken en met een werkplaats. En dit is dan zijn laatste project. Dat is dan het werk The Band. En dat verhaalt eigenlijk zeg maar, over de... De repetitieruimte, dus je hebt zeg maar het drumstel, je hebt daarachter heb je ook de gitaar. En daar staat ook nog in de galerie van onze Remond staat er ook nog een versterkers. Dus de basversterker, de elektrische gitaarversterker en daarop dan de amplifier. Wat de grootte heeft van zeg maar een deuropening. En dat is helemaal in draadstaal uitgevoerd, 4 mm dik. En het zijn unica, dus dat is wel heel erg belangrijk, dat het maar één keer wordt uitgevoerd. We hebben ook verschillende werken van Shinkichi Tajiri. Op dit moment is er alleen dit werk, maar we kunnen de toegang hebben wij tot een hele grote collectie eigenlijk van zijn werk. Dit is het werk uit 1950. Dit kwam op de eerste tentoonstelling van... Goed, dit is dus het werk van Shinkichi Tajiri. En Shinkichi Tajiri was een cobra beeldhouwer. Dus die maakte deel uit van de groep van onder andere Karel Appel en Corneille. En in 1950 presenteerde hij dit kunstwerk op de allereerste cobra tentoonstelling. Nou, Dick heeft dan ook meerdere werken gemaakt die met de Griekse mythologie te maken hebben. Zoals dit verhaal van Europa en de stier. Europa was een meisje. En Zeus die was zo verliefd op deze dame, dat hij zich omtoverde tot een stier om haar te kunnen schaken. En dat is precies wat je hier ziet. Europa is meegenomen. Anderzijds heeft Dick ook modellen gemaakt van het monument wat er in Remond staat, van het Verenigde Naties. Dit zijn de wapen en rusting van een soldaat. Dit object is zeg maar levensgroot gemaakt op een paal van 5 meter hoogte. En dit is een modelletje daarvan. Hij heeft ook een gulp, heeft hij een aantal stoelenfiguren gemaakt. Ook weer met die verbondenheid, dat thema van verbondenheid. Ook hier een model van. Maakte hij de beelden gelijk gewoon in was en dus uiteindelijk in brons. Dus heeft hij ook dan deze boot gemaakt. Waarbij het glas niet alleen het zeil is, maar ook
het water. Dus je ziet zeg maar de glinstering op het water en je ziet de strepen op het water. De golven dus eigenlijk. En dan ook nog een keertje dan het luster. Dus dat is parelmoerachtige weerkaatsing. Dat is een soort van folie die is ingebrand in het glas. En daardoor ontstaat zeg maar die groen-paarsige kleur. Nou, we hebben ook objecten van Sabine Linssen. Een aantal hier zo. Ik verkoop altijd heel veel werk van haar. Dit is het nieuwste werk. Allemaal glazen staven die zijn zeg maar gezaagd tot ringetjes. En heet gemaakt en daarna versmolten in het geblazen glas. Dat zie je dus ook hier zo in deze kleur. En hier zie je nog een keertje een beeld van Dick, ook weer met die verbondenheid dat ze samen smelten. Waarbij dan ook een keertje brons dan organisch is en het roestvrij staal is dan het geometrische in het werk. En het organische, dat heeft hij ook weer in deze vogelfiguren gemaakt. Ook een heel bijzonder werk. Natuurlijk meer voor in een tuin dan voor binnen, maar ook hier komt het wel tot zijn recht. En dit is het werk van Jean-Paul Ramon, een Fransman. En Jean-Paul die heeft zeg maar helemaal in het glas gezandstraald. Dus het gaat behoorlijk diep gaat het, zeg maar, in het glas. En deze glasblokken die haalt hij ergens uit de buurt van Parijs. Dat zijn eigenlijk hele grote lappen glas die laat kapot springen. En uit zo'n brokstukken haalt hij dus zeg maar zijn werk. Het is eigenlijk alsof het aan het beeld houden is. En doet hij dan met verschillende technieken. Doet hij dus zeg maar erin krassen en tekenen. Waardoor je dan een hele mooie optische werking krijgt. En, in het optische kristal, zoals het materiaal heet, dit glas. In deze ruimte heb je nog het werk van Theodor Zellner, de Vredeswachters. Lange, smalle figuren, die zijn geblazen. Waarbij zeg maar, de hoofdjes helemaal heet zijn bewerkt. Dus je begint met een oranje vorm en dan maak je het gezicht in. En dan teken je daar de pupillen en de oogleden in. En al terwijl het zeg maar, warm is, wordt er steeds meer en meer aan toegevoegd. En uiteindelijk krijg je zeg maar, zo'n glazen extra laag eroverheen. Heel erg bijzonder. Allemaal unica natuurlijk. En dit hier is het werk van Xavier Carrère. Xavier Carrère heeft deze ringen van gemaakt van glas. Dat is zijn meest recente werk. Maar hij heeft bijvoorbeeld ook gemaakt het werk wat hier zo staat. Deze grote glazen bol. Die is zomer en winter buiten te zetten. Heel dik glas, zodat het daarna tegen de temperatuurverschillen kan. En dat staat dus op een korte staal of roestvrij stalen onderstel. Wat je dus mooi ingraaft in de grond. Heel bijzonder. Daar zijn er geen tweede van te vinden. En deze hebben we dan ook verkocht naar verschillende musea toe. Dus wat dat betreft is het wel een heel belangrijk werk. Nou, ik zou zeggen heel veel plezier. Nog even deze ook nog laten zien. Rick van Rijswijk, een Limburgse jonge kunstenaar. En het leuke er hiervan is dat zeg maar, Rick is begonnen met hout en rubber. Relatief goedkope materialen. Maar naarmate zijn succes groter werd, zie je, dat zie je dus met heel veel kunstenaars, is dat hij zeg maar, ook duurdere materialen zich kan veroorloven. En dit is dan zeg maar een bronzen hoofd. En door het materiaalgebruik verandert eigenlijk het steeds weer de associatie die je ermee hebt. Was het met hout, was het meer zeg maar klassiek. En is het met rubber is het weer meer science fiction-achtig. En nou ja, dit is weer brons. Het is maar net hoe de mensen zelf het eigenlijk bekijken. Of het net klassiek of juist supermodern is.